Studio Klein wordt mede mogelijk gemaakt door Molenaar en Zwarthuut Adviseurs, Kivo Plastic Verpakkingen en Tol Plaatwerk. Het is zondag 4 maart 2018. Welkom bij een hele nieuwe aflevering van Studio Klein. Jongens en meisjes, welkom bij een hele nieuwe aflevering van Studio Klein hier bij de LOVE, de lokale omroep Volendam-Edam. Wat gaan we allemaal doen in deze show de komende 50 minuten? Ik ga het u vertellen. Van achter naar voren. Straks aan het eind van het programma praten we met Jasper Smit. Hij deed verrassend ineens nog mee aan het ABN AMRO tennistoernooi, over hoe dat allemaal gegaan is en waar hij op dit moment mee bezig is en waar hij vandaan komt. Daarover straks meer. We waren bij de kick-off van de sponsoractie van het Huis aan het Water. We hebben daar de vorige aflevering veel over gesproken. En nu was dus daadwerkelijk de kick-off. We waren daarbij met een cameraman. Kees Mayfield is hier. Zijn nieuwe album heet Egomaniac. Er zit een heel verhaal aan vast. Hij is hier om daarover te praten. En hij gaat nog zingen ook voor ons. Dat wordt heel mooi. Als het een beetje mee zit, komt Sonny C nog langs om het een en ander te vertellen. En we beginnen met de Mastermate Divema avond, wandel vierdaagse. En om daar wat meer over te vertellen, twee mannen aangeschoven. We moeten lachen omdat we dit 84.827 keer bij mij gerepeteerd hebben en het nu er in één keer goed uitkomt. De Mastermate Divema avond, wandel vierdaagse. Tom Veerman en ja. Johan Molenaar, mannen, welkom. Als we het over deze wandelvierdaagse hebben, dan hebben we het over de vierdaagse kermis. En dan zeg maar de cultuurschok waar we tegenaan liepen met z'n allen, omdat we vervolgens door het dorp moesten gaan wandelen. Dat was zo, want dat gaat dit jaar niet gebeuren, begrijp ik. Nee, we hebben de afgelopen 6 edities hebben we dat gedaan, zeg maar. De sportieve, we hebben de vakantieperiode gehad, bouwvak gehad, we hebben al de lusten van het leven hebben we ons wel laten vallen. Ja. Ja, en dan moet je toch weer eens een keer het serieuze deel van het leven in. Dus wij dachten altijd van, joh, dat is een wandelvierdaagse is dan een ideaal moment om dat te gaan doen. Om weer voor op te jezelf pakken. Ook weer die knop om te zetten van het leven gaat gewoon. En in het ritme te komen inderdaad. Ja. En de bouwvak valt heel laat, al een aantal jaren. En eigenlijk kwamen we precies in de opstart van het seizoen. De scholen moesten weer beginnen. Dus het kwam eigenlijk doordat de vakanties heel laat vallen niet ideaal meer uit in de planning. Nee. Dus zijn we gaan zoeken naar een nieuwe periode. En toen zijn we op de periode eind mei uitgekomen. Dus ja, we gaan dit jaar van 28 mei tot en met 1 juni gaan verlopen. En waar het voorgaande jaar altijd 4 dagen was, gaan we nu 5 dagen lopen. Dus er wordt de avondwandel 5-daagse. We willen een extra avond eraan vastplakken, ja. Zodat we... Dat je speling hebt. Dat je speling hebt. Volgens mij met die zwemvierdaagse is het precies hetzelfde. Ja. Dat duurt ook een dag lang en dan kunnen mensen kiezen. Stel dat het slecht weer wordt, kan je een dagje overslaan en dan kan je bij wijze van spreken, heb je een uitwijkmogelijkheid. Inderdaad. Okay. 28 mei tot 1 juni. Wat gaan we doen, Tom? Er gaat van alles gebeuren rondom die vierdaagse. Ja, goed. Het startpunt dat is ook iets verlegd. Dat is niet meer bij het stadion, maar het is bij de Schemerpit. Ja. En vanaf 3:30 tot 6:30 kan er gestart worden. En dan zijn er 2 afstanden, de 5 en de 10 kilometer. Ja, dat mag je zelf uitmaken. Welke je gaat lopen. Ja, precies. Ja. Waar leidt die tocht ons langs? Zijn er nog puntjes waarvan je denkt, ik lijkt me toch ook wel een uitzoekerijtje om elke keer 5 of 10 kilometer. Of is het gewoon standaard elke wandeltocht hetzelfde? Nee. Het is uitgestippeld. Hoogtepuntjes, we lopen langs. Nou, de routes zijn, op dit moment zijn we daar mee bezig. Ja. We zijn, Kees Runderkamp is daar nu mee bezig om routes uit te zetten. Ja. Maar wel de vaste items die je altijd terugkomt, dat is bijvoorbeeld honing. Omdat dat ook weer dan een tussenstop is. Ja, de Volendammer Dijk natuurlijk. We willen dit jaar ook gaan kijken of we via het Natuurpark van de Broek gauw een route kunnen laten lopen. Ja. Bijvoorbeeld de route door Oud-Edam heen. Dat is ook nog een mogelijkheid. Dus er zijn wel een aantal elementen die terugkomen, die dan ook weer handig zijn in verband met de pauzemomenten in de stempelposten. Ja. Waarom denk je dat het nu meer gaat aanslaan omdat je die datum verlegd hebt dan dat je het in september deed? Ja, goed. Is het echt de planning? Zit het puur in het momentum, in de datum? Ja, het is ook een beetje uitproberen. Maar op een gegeven moment heb je ook een concentratie van activiteiten. Ja. En wat Jan aangeeft, je hebt natuurlijk de vakantie heb je gehad, de kermis heb je gehad.
ja, dat is misschien een soort van verzadigingspunt. En ze hebben geen zin. Ja, dat is allemaal misschien een beetje te veel. En in zo'n eind, zo'n eindweek van mei, ja, is het misschien toch leuk om, dan ben je wat meer in de flow nog van het voetbalritme. Veel jongeren die voetballen. Ja. Ja, en dan kun je dat misschien doortrekken naar zo'n wandelvierdaagse. Zit het denk ik, is dat vakantie? Valt hij net in een vakantie? Klopt. In een wel, hè? Volgens mij is het net de tweede meivakantie die dan is. Tweede meivakantie, de laatste week van mei. Ja. Ja. Dus nou, nog meer reden om te zeggen van we gaan lekker lopen dag vanaf de 28e. Het heeft sponsoren nodig, neem ik aan. Maar het heeft ook mensen nodig die uiteindelijk gaan lopen. Maar ga je nog wat doen daarin? Ga je met scholen aan de gang? Ga je met bedrijven aan de gang? Zo ja, wat? Wat ga je doen? Ja, sowieso gaan we de scholen benaderen. Ja. Vorig jaar ook gedaan. En dan is er een winnaar. Een bepaalde school die kan dan winnaar zijn met een aantal deelnemers. Ja. Vorig jaar was dat de Jozefschool. Die krijgt een prachtige wisselbeker. En de bedoeling is dat ze die natuurlijk gaan behouden. Maar ja, er zijn andere scholen ook die daar mee kunnen doen. Ja. En dan is het de bedoeling dat er flink wel kinderen mee gaan lopen. Ja. Ander idee is om bedrijven te gaan benaderen. Ja, dat... Waarvoor? Om ook te gaan lopen of ook te sponsoren? Ook, nou ja, dat mag natuurlijk ook. Maar ze mogen ook sponsoren, graag zelfs. Ja. Dat we hebben wel bij de eerste edities hadden we bijvoorbeeld de gemeente die met een wandelteam meeliep. Ja. Schoonmaak Bedrijf Succes liep altijd met een team mee. Dus er zijn bedrijven die vanuit met personeel, collega's onder elkaar, die wandelen. En ja, waarom dan wel wandelen in alle weken en dan niet met de vierdaagse mee? Dus wij dachten van, nou ja, weet je, als je nou toch wandelt, ga dan leuk met die 5 en die 10 kilometer mee. En onderweg is er nog wat te nuttigen ook. En aan het einde van de week krijg je nog een officieel vierdaagse kruisje ook. Het kan ook echt het begin zijn van een traditie die je tot in de lengte van jaren kan verder gaan, bij wijze van spreken natuurlijk. Want het is een mooie datum. Dat hopen wij ook. Ja, het is een mooie datum. Stel dat mensen denken nu en zitten te kijken, lachen, ga ik doen. Inschrijven, hoe, wie, wat, waar, wanneer? Nou, vanaf dit moment is, gaan we de PR opstarten. Ja. Dus op de Avond Vierdaagse heeft een eigen Facebookpagina. Dus als je op Facebook zoekt naar Avond Vierdaagse Volendam, kom je op die pagina uit. Ook via de Facebookpagina van Sportkoepel zal er de nodige aandacht aan worden besteed. Op de kabelkrant zal het terugkomen. In ieder geval gaat het terugkomen. Vanaf heden is dan ook de voorinschrijving is geopend. En iedere dag, iedere werkdag tussen 9:30 en 12:00 kan men zich bij ons aan het loket aanmelden in Sportel Opperdam. Dus daar is sowieso de fysieke plek waar kandidaten zich kunnen aanmelden. Ja. Het is ook mogelijk als je zegt van joh, ik kan moeilijk langskomen, want ik woon bijvoorbeeld in Purmerend, ik heb dit gezien en ik wil meelopen. Is dat ook gewoon mogelijk om dat via de e-mail te doen? Ja, want we hebben meer kijkers dan alleen binnen. Nou, daarom. Aanmelden @sport-koepel.nl. Daarvan kun je je ook aanmelden en natuurlijk op alles daar dagen zelf. Komt allen, zou ik zeggen. Nou ja, hartstikke mooi. Nog iets aan toe te voegen, Tom Veerman? Volgens mij is alles gezegd. Alles is gezegd, hè? Denk het ook. Jij nog iets dat je zegt van nou... Ik ben helemaal rond. Je bent helemaal rond. Facebookpagina, Avond Vierdaagse in de gaten houden. Avond Vierdaagse Volendam, daar kunt u dan van alles op vinden. En zoals gezegd, vanaf denk ik nu ongeveer, vanaf volgende week, in de loop van volgende week, aanmelden en inschrijven bij de Opperdam Sportkoepel, daar beneden, waar jullie zitten. Ja, top. Oké, daar kunt u dus terecht. Vanaf 28 mei tot 1 juni. 5 dagen lang, 4 dagen lopen. Vanaf de Schemerpit... In Volendam 5 in 10 kilometer. Precies. Punt. Dank voor je komst. Succes. Graag gedaan. Dankjewel. Goed zo. Het heeft een tijd geduurd, maar hij is terug. En voor die terugkeer zat een vrij lang traject waarvan we bij ons alle dachten van waar is die jongen nou gebleven? Is hij er nog überhaupt wel? Ja, hij is er nog steeds. En het nieuwe album is er ook en we zijn blij dat hij hier is. Cornelis, Johannes, Lucas, Veerman. Ja. Welkom. We kennen je natuurlijk allemaal als Kees Mayfield. Maar Kees, het is een lange weg geweest. Waar ben je geweest? Wat is er gebeurd met je? De koek was even op, denk ik. Ja. Ja, ik speelde heel veel. Ja. En opeens ging de emotie eruit. En dacht ik van, ik moet even opnieuw beginnen. Dus toen ben ik weer gaan studeren. En getrouwd en al ingegaan, zeg maar. Ja. En eigenlijk die gitaar heel lang niet meer aangeraakt. En toen dacht ik van, ik denk dat ik wel ga stoppen eigenlijk. Ik vind het wel goed geweest. Maar wacht even. Je brengt je eerste album in 2012 uit. Daarvoor 2 EP'tjes. Grote prijs.
Vol op roem. Je kon start een land af. Heb je ook gedaan. En dan ineens is het weg. Ja. Ik vraag je, omdat je hoort het natuurlijk vaak van mensen. Op het moment dat dingen gaan moeten. Het moment dat je, het is een proces het creëren, maar het moment dat iets moet gaan gebeuren. Ja. Het moment dat je moet gaan schrijven en gaan doen, dan lukt het niet meer. Nee, dan was ik blijkbaar te koppig voor. Maar dat lukt dan ook niet meer. Dus ik dacht van, ik ga concessies doen. Ja. Maak concessies in de zin van? Ander soort muziek maken, maar blijven doorgaan met alles. Of ik trek er even de stekker uit en ik ga gewoon opnieuw beginnen. Ja. Gewoon net zoals dat ik 14 was weer. Gewoon ik met mijn gitaar. En hier mijn gitaar. Ja. En als ik dan de rest qua geld en dat soort onzin allemaal stabiel krijg, los van muziek, dan blijft er ruimte voor. Was het een kwestie van je leven op orde krijgen? Ja, zeker weten. Want je zegt, ik heb baan en getrouwd. Maar dat in een tijdbestek van 2-3 jaar kan je ook zeggen van, nou ja goed, laat ik eerst even tot mezelf komen en dat trouwen en dat werken, dat komt allemaal aan. Ja, nee, het moment dat ik stil ging zitten en accepteerde van, er moet even de stekker uit, toen kwam dat allemaal natuurlijk. Dat ging echt vanzelf. En toen zei een vriend van me, een muzikant, die zei van, die had die demo's gehoord van deze plaat. Die zei, eigenlijk moet je deze nog wel dan alsjeblieft maken, als laatste dan. Ja. Dus toen zijn we in de studio gegaan en dat was dan 3 jaar geleden inmiddels. Ja. En toen heeft hij alsnog 3 jaar op de plank gelegen. Ja, want je bent 3 jaar geleden, het was in 2015 volgens mij, las ik ergens, ben je begonnen. De nummers waren er al in de kern, zeg maar. Maar wilde niet? Of had je echt niet. Ik speel opeens ook heel veel van die huiskamerconcerten. Dat vind ik geweldig, want dan heb je gewoon 40 man dat luistert intiem naar je, weet je. En in een popzaal, dan zit iedereen zo van ga jij mij maar entertainen, jongetje. En dan, dan betalen ze geld en dan gaan ze doorheen praten. Dat vind ik heel gek, weet je. Net zoals je naar de kapper gaat, je gaat de hele tijd met je hoofd schudden, weet je. Dus dat had ik had er allemaal geen zin meer in. Nee. De muziek was, ik was klaar met de muziek en de muziek met mij. De vraag is je al heel veel gesteld. Ik heb het in allerlei interviews gelezen. Je hebt het ook aangegeven in je persbericht. Ja. Maar dat was het ook echt. Dat was heel cliché, maar dat kwam op. Echt op de pop. Dus, dan ga je zitten en dan denk je, weg met die gitaar en dan. Ja, ik heb het geen 1 seconde ook gemist. Nee. Het was echt, het ging heel natuurlijk. Studie, andere dingen waar ik toen geen tijd voor had. Weet je, lekker lezen, lekker hangen, feestjes, leuke dingen doen. Ja. En toen opeens begon het toch weer te kriebelen van, misschien moet ik toch weer iets met die plaat doen nu de basis op orde is. Ja. Belangrijk, basis op orde. Ja. Dus de kern was er weer, de prikkel was er weer. Ja. En toen ben je gaan opnemen? Ben je klakkeloos een studio ingedoken? Even gaan we al die nummers die 3 jaar geleden... Ja. Toen zijn we echt met een groep muzikanten. Ik heb nog nooit met zulke muzikanten gespeeld. Het is echt van die sessiemuzikanten. Echters. En weet je, ook met zo'n Paul de Munnik, die is natuurlijk, weet je, die kunnen alles op die instrumenten. Ja. En dat ben ik niet gewend. Dus toen hoe ben je met die gast in contact gekomen? Mijn producer, of de gitarist, die maakte ook zijn plaat, laatste platen. Dus toen zei ik van, we kunnen ook gewoon vragen of hij hier gewoon weer eens in een bandje wil komen spelen. Is dat niet leuk? Gewoon zeggen van, heb je zin om in een bandje te komen spelen? En dan zien we wel. En dat vond hij heel leuk. En ik en wij allemaal. Dus toen stond er binnen een week, stond alles erop eigenlijk. En toen was ik weer klaar. Ik verveelde me weer, weet je. En ik had geen zin in optreden. Nee. Toen ging er, zonder dat ik het door had, weer 2 jaar overheen. Ja. En het lag er maar op die plank. Ja. En toen was het 2 jaar, toen waren we 2 jaar verder. Ja. En toen kwam er een platenmaatschappij langs, begreep ik het goed? Nee, niemand. Nee. Kwam helemaal niemand langs? Nee, kwam helemaal niemand langs. daar word je ook niet gelukkig van, hè? Ja, wel, want dat hoort er nu bij deze manier. Gewoon alles zelf doen en niet meer echt van niemand meer afhankelijk zijn. Weet je? Het moeten is er af. Ja, want dus het is niet meer afhankelijk van faam of geld of dat soort onzin. Ja. Het is echt gewoon van, heb ik zin? En ik ben nu ook alweer met de volgende bezig. En dan komt de kriebel vanzelf weer, hè? Ja, en dan blijft het echt, denk ik. Dan kan ik het in ieder geval volhouden tot mijn 80ste. Tot je 80ste. Nieuwe album is er. Wordt geprezen. Ik heb wat krantenrecensies gelezen. Volkskrant, AD, volgens mij. Artikeltje. Allemaal, hij is weer
als vanouds. Egomaniac, zo heet het album. Wat is het voor een album? Wat is het voor een plaat? Ik denk heel schizofreen. Heel extreem. Het gaat echt alle kanten op, voor mijn gevoel. Omdat het gewoon echt een verzameling is van een hele lange tijd. En ook van die muzikanten. Ik zei ook tegen die gasten van, weet je, doe maar wat. Ja. Weet je, jullie moeten normaal altijd met Guus Meeuwis, lalalala. Ja, maar dat zijn sessiemuzikanten, ja, hè? Ja. Of ze zitten met Frans Bauer, of ze zitten met Kees Mayfield. Ja. Dat zijn de... Ja, dus ik zei van, doe nou eens waar jullie zin in hebben. Ja. Ik ben benieuwd wat er dan gebeurt. Ja. Nou, het kwam deze plaat er zo uit. Dus dit is echt gewoon zo van, neem hem op kopstaart en het is goed? Ja, doe maar wat. En dat was echt magisch, weet je. Voor mij maakt het, het maakt wel uit, maar weet je, ik kan nog 100 liedjes schrijven. Dus ik vond het heel belangrijk dat zij hun ei kwijt konden in die plaat. In jouw creatie. Ja. Meer of meer. Dat is het. De Egomaniac, de naam, wat wil je daarmee zeggen? Hoe ben je op de naam gekomen? Ja, ik zag die foto en toen kwam die titel. En toen dacht ik van, het gaat echt heel egoïstisch, heel cliché, over mij. Het gaat allemaal over mij. En zoals ik net al zei, geen zomerhit. Helaas, weer niet. Nee. Staat er niet op. Het staat er niet op. Misschien de volgende of de volgende. ik doe mijn best. Ja. Ja, dat past er heel goed bij het plaatje in mijn hoofd. Ja. Ja. En hoe nu verder? Geen flauw idee. Is het gewoon dit over je heen laten komen, wat optredens gaan doen? Leuke dingen doen. Heel leuk bijvoorbeeld. Ja. Huiskamers in dat Stolpenhoevenkerkje. Ja, 30 maart ook, sta je daar. Andere kerkjes echt heel selectief bezig zijn. Een hele intiem je muziek brengen. Ja. Terug naar de kern. Ja, dat is het denk ik. Niks meer moeten. Lekker. En het komt wanneer het komt. Precies. Topleven toch? Lekker toch? Heerlijk. Hey, je gaat van ons spelen. Ja. Het nummer Dark Heart. Je zei het, we zaten net in de repetities al. En toen zei je al van, het wordt weer geen zomerrit. Nee, het is niet dat je zegt, we gaan lekker op het strand. Maar het is wel verschrikkelijk mooi. Wat wil je ermee? Vertel eens, het nummer. Ik denk dat het wel samenvattend is eigenlijk voor het hele album. Het donkere hart? Ja, heel cliché allemaal eigenlijk, hè? Maar wel, het kwam er zo uit. Het klinkt geweldig. Dankjewel. 30 maart, Stolpenhoevenkerk. Ja. Hier in Volendam. Hier gewoon zijn kaarten voor. Er zijn ook kaarten voor. Kan je krijgen bij het bekende voorverkoopadressen. En dat zit ergens bij de Havenstraat, geloof ik. Dat is met zo'n boekhandel. Ja, Jan Kast, daar kan je terecht. Nou, goed, is dat ook maar gezegd. We gaan luisteren naar je. Dark Heart, Kees Mayfield. Arise.
alive. Yes, it's okay to be somewhat out of place, as long as you're kind, 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 kind to your dark heart, to your dark heart, to your dark heart, to your dark heart. Mooie klanken van Case Mayfield. Het album heet Egomaniac. Nu overal te beluisteren en te downloaden. En beslist de moeite waard om daar even rustig voor te gaan zitten. Goed. Er is veel over gezegd en geschreven. Het Huis aan het Water. We hebben daar in de vorige uitzending veel aandacht aan besteed. Want toen hebben we het onder andere gehad over de sponsoractie die eraan gaat komen. Nou, die sponsoractie had een kick-off nodig. En daar waren wij, met een cameraman bij. Kijk naar een bijdrage van Marcel Vermeel. Fijn dat u er bent, zowel van de pers als de mensen uit Volendam, zal ik maar zeggen. De grote bellers, want dat is eigenlijk de reden dat wij hier vandaag bij elkaar zijn. Omdat we de aftrap gaan doen voor de belmarathon die we op 13 april gaan uitvoeren. En een belmarathon, wat is dat? De bedoeling is om zoveel mogelijk geld voor het Huis aan het Water binnen te halen. En dat doen we doordat mensen hun eigen netwerk aanspreken. En vragen of zij willen bijdragen, op welke manier dan ook, maar natuurlijk vooral met geld, aan het bestaan van het Huis aan het Water. Nou, vandaag is de aftrap. We hebben een programma gemaakt. Dat gaan we zo doen. Ik ga vandaag eerst, zoals ik nu doe, de intro doen. En dan gaan we buiten een goal maken om de aftrap te doen. Aftrap, letterlijk figuurlijk, voor de belmarathon. Het Huis aan het Water is iets wat nu 5 jaar bestaat. Het is een huis waar mensen die kanker hebben of hebben gehad, hun partners, hun kinderen, mensen zelf, naartoe kunnen gaan om te herstellen en vooral de kwaliteit van hun leven centraal te stellen. Omdat ze in dat hele traject heel vaak dat de ziekte centraal staat. En hier kun je de kwaliteit van je leven en het herstel centraal stellen. Het is een aanvullend huis op de medische behandeling die er plaatsvindt als je kanker krijgt. En het is ook een plek om de rust te vinden, de lotgenoten contact te vinden, om je misschien wel onbewuste kwaliteiten te ontdekken in het schilderen, in het lopen, in whatever. Het is een plek om jezelf te zijn en om jezelf terug te vinden. Want het is een hectisch proces als je kanker krijgt. Je weet niet wat je overkomt. Dus het is een baken om jezelf, de regie zelf te hebben en te houden en misschien weer te hernemen. Nou, het bestaansrecht van het Huis aan het Water, ik denk dat dat helemaal niet meer ter discussie staat. Als je vraagt naar de ervaringen van mensen, is het alleen maar positief. Mensen vinden echt dat het iets bijdraagt aan hun leven. Dus het bestaansrecht, dat lijkt me geen punt van discussie. Alleen het financieel bestaansrecht van het Huis aan het Water, dat is een ander punt. En dat is best ingewikkeld. Want we zijn vooral afhankelijk van giften, van donaties, van geld van anderen, omdat dit een niet centraal gefinancierd, om zo maar te zeggen, of vanuit zorgverzekeraars gefinancierd initiatief is. Aan de ene kant is dat heel positief, omdat het heel veel in de gemeenschap veroorzaakt. Heel veel, mijn persoonlijke ervaring als bestuurslid de afgelopen jaren is dat ik echt onverwacht veel liefde en giften en heb meegemaakt vanuit de omgeving van het Huis aan het Water. Vond ik een bijzondere ervaring.
Tegelijkertijd zijn de bestuursvergaderingen gaan ook vaak over geld en over het voortbestaan. En dat is ook wel heel jammer, juist omdat het zo'n belangrijke bijdrage levert. Maar goed, daarom doen we onder andere een belmarathon en heel veel meer activiteiten. We willen deze belmarathon als start gebruiken om te kijken of dit een goede manier is om structureel geld voor het Huis aan het Water binnen te halen. Dus ook in die zin is dit een aftrap die niet alleen vandaag en voor deze belmarathon 13 april is, maar ook om te kijken of dit een manier is die we breder kunnen inzetten naast alle andere activiteiten. Goed, Huis aan het Water dus. U hoorde vooral Margriet Witteveen in dit item. We gaan het over wat anders hebben. Misschien straks wat nieuws. Maar eerst maar eens even terugblikken met iemand die zich de afgelopen jaar behoorlijk heeft ingezet voor de HV Kras van Volendam. Dan hebben we het over handbal. Een dingetje altijd met verenigingen is, hoe krijgen we op een zo goed mogelijke manier wat we doen aan het voetlicht? Hoe gaan we daarmee om? Wat gaan we daarvoor inschakelen? Moeten we daar met social media aan de gang? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Een aantal jaren geleden kwam daar Sonny Sier om de hoek. Die stapte daar bij het handbaldoel naar binnen toe. Die zei van, wacht even, ik heb een idee en we gaan dat eens opbouwen, Son. En dat heb je gedaan, hè? De afgelopen twee jaar. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je wel. Hoe belangrijk is het voor een vereniging, nog los van handbal, maar überhaupt om jezelf te positioneren, om jezelf te laten zien? In deze tijd kan je eigenlijk niet zonder. De leden en de ouders eromheen die zijn super veel eisend. Ze willen van alles. Ze hebben heel weinig tijd. Nou, en als club is het zaak dat je dan alsnog jezelf weet te profileren. En dat doe je met de moderne communicatiemiddelen. Dus dat doe je met Facebook, dat doe je met appgroepjes, dat doe je met heel veel andere dingen. En mensen willen heus wel wat betekenen als het... Als het maar uitkomt voor wanneer je het zelf kan doen. Nou, en dat is denk ik waarom wij het denk ik zo goed doen. Mensen kunnen zelf bepalen wat ze doen. Leuke dingen sturen ze in. Enthousiaste mensen, dan ontstaat er iets moois. En ja. Heel veel mensen zijn erop aangehaakt. En heel veel mensen leveren een mooie bijdrage aan de handbal. En dat is mooi, denk ik. Ja, want er is van jullie van alles te zien via Facebook en Instagram. Daar kan je filmpjes zien, je kan doelpunten zien van de B'tjes, de C'tjes, de D'tjes, tot aan het eerste en van de dames en de heren allebei. Maar ik vind dat je het een beetje makkelijk doet. Daar is wel een organisatie voor nodig. Je moet wel op een gegeven moment mensen zover krijgen dat je op de een of andere manier ook het besef erin brengt dat als we wat willen met z'n allen, moeten we onszelf laten zien. Je schrijft zelf aan, dat is heel erg belangrijk. Daar begin je mee. Maar dan begin je dan gewoon met je mobiele telefoon en zeg je van alsjeblieft ga maar doen. En of je bent leuk doorvreubelen en we zetten het wel op. Ja, dat was in het begin natuurlijk wel lastig om daar een goede organisatie in neer te zetten. Nou, en dan ga je in ieder geval eerst in instantie praten met de mensen die daar al heel lang zitten. Dus de oude garde, om het zo te noemen. Niet, de harde kern. Beter, daar zijn is ze. Beter. En die maak je wel wegwijs in hoe zo'n vereniging in elkaar zit. En dan weet je op een gegeven moment wel de juiste mensen te vinden waar je... Kan je ze doordringen van het nut en het noodzaak? Zo'n harde kern. Er zijn toch wel de mensen die zeggen, maar dat is toch allemaal goed. Mensen weten dat toch allemaal wel. Ja, de oudere mensen, die hebben nog niet dat belang van de online. Gevoel van urgentie is er nog niet. Nee, zeg maar. Niet echt. Maar door ze mee te nemen en te laten zien hoe leuk het is. En als ze dan hun zoon of kleinzoon terugzien op welk medium dan ook. Dat vinden ze natuurlijk allemaal hartstikke leuk. Iedereen vindt het leuk om zichzelf terug te zien. Ja. En de hoofdmoot blijft natuurlijk onze herenselectie, waar we veel aandacht aan besteden. Onze damesselectie, dat er ook steeds groter komt wordt. Eraan, hè? Maar ook onze jeugd vindt het hartstikke leuk om zichzelf terug te zien. En dat gaat van hele kleine ventjes en meisjes tot aan ouderen. De C's en de D's en de B's en bedenk ze maar. Ja, ook nog steeds de harde kern vindt het leuk om zichzelf weer terug te zien. Dat blijft namelijk ontzettend leuk. Ja, natuurlijk. Ja. Ik zeg altijd van momenten, wat je moet doen is kopjes laten zien en mensen komen vanzelf en kijken vanzelf. En je kan uren na, na, na,
naar zo'n filmpje of naar iets kijken. Ja. Als je maar herkenning hebt. Ja, en dat laatste hebben we bijvoorbeeld bij de finale periode gedaan, ja, vorig jaar. Volendammers zijn trots op wat ze bereikt hebben, ja, denk ik. En nou, toen we de oude beelden van al die kampioenschappen van al die jaren lieten zien. Ja, vooral de harde kerndag van jeetje, wat was dat leuk, hè? Het zou weer tof zijn dat we dat weer, ja, kunnen. Want de hele hype die onder jullie gecreëerd hebben rondom die finale wedstrijd, waarbij we met z'n allen naar Sittard moesten uiteindelijk. Ja. Die thriller. Ik ben nog mijn stem kwijt van die wedstrijd, maar goed, dat maakt niet uit. We hebben het ook nog een stukje naast elkaar gezeten, maar dat alles wat daar omheen en het publiek mee en alles wat daar rondom gegenereerd is, mm-hmm, daar zit-ie. Ja, goed, dat doe je natuurlijk met heel elkaar, veel andere mensen natuurlijk. Ja. En je bedenkt iets leuks, je wil die oude tijd laten herleven. Nou, en op een gegeven moment dan zet je iets op en mensen haken daarop aan en mensen worden enthousiast. Ja, dan word je zelf ook weer enthousiast, ja, en nog meer mensen gaan op aanhaken. Ja. Dus dat is een sneeuwbal. Sneeuwbaleffect. En op het einde, ja, dan heb je het zelf niet in de hand. Dan heb je gewoon een heel vet evenement neergezet met een hele volle hal in de Opperdam destijds. Ja, ja, en dan moet je het uit handen geven, is het aan de spelers. En als je, ja, op dat moment dan wint en die derde wedstrijd af. Ja, dan. Ja. Waren thrillers, waren het. Ja, originele. Genieten, ja, dat is absoluut. Genieten. Oké, hoofdstuk 1 afgerond. Dat was de handbal. Nou, mm-hmm, nou is er wat aan de hand. We zitten nu op zondag. Afgelopen vrijdag zat ik voor de wedstrijd tegen Eindhoven. Voor de LOVJ op de radio. En wie liep daar ineens rond? Sonny Sier. Ja. Wat is het nieuws? Nou, het nieuws is dat. Sinds december is Richard de Wijze, ja, perschef van vorig jaar, die is gestopt. Ja. En die heeft mij in november gevraagd van, goh, zou je het leuk vinden dat jij dat doet vanaf volgend seizoen? Of, ja, vanaf wie je eigenlijk maar kan. En destijds aangegeven, nou, dat zou ik heel graag willen. Vind ik leuk om te doen. Volendam is je club. Het is leuk om in de voetballerij actief te zijn. Ja. En toe gaan praten en zachtjes aan zijn we afgelopen vrijdag tot iets moois gekomen. Zijn jullie een soort van rondgekomen, zeg maar. Jij hebt die wedstrijd meegelopen. Volgens mij ben je al een keer meegeweest naar AZ ook. Ja. In een aantal weken terug. Beetje terug. Een bekerwedstrijd ook. Nee, wat was het? Jong AZ. Jong AZ. Hoe anders is die wereld? Ja, die handbalwereld en die voetbalwereld, hoe anders is die? Ja, als je het vergelijkt bij de handbal, daar zit natuurlijk alleen de plaatselijke niveau zit, ja, daar in het Noord-Hollands Dagblad. Ja. En ja, bij elke Jupiler League wedstrijd, daar zit Fox, daar zitten andere media. En dan heb je het nog over iets heel kleins, maar een paar maanden terug had je het echte PSV, ja, op bezoek. PSV, ja, dan is het natuurlijk een gekkenhuis. En dan merk je wel het verschil tussen handbal en voetbal. Ja, daar zit echt een wereld van verschil tussen. Ja. Ja. Ga jij hetzelfde daar doen, denk je? Als dat je bij de handbal gedaan? Nee, die functie die is wel behoorlijk anders. Bij de handbal heb hoe ziet die functie eruit? Als je wordt persje van een BVO. Bij FC Volendam, ja, bedoel je? Nou, dat zal ongetwijfeld overal wel ergens anders anders in elkaar zitten. Bij Volendam houdt het vooral in de relatie met de media onderhouden tijdens een thuiswedstrijd of uitwedstrijd. De club vertegenwoordigen. Representatief. Ja. Je bent het eerste contact voor de media, met media aanvragen, interviews, andere dingen. Kijk, en dat zijn nog de dingen die je kan plannen. Ja. Ja, wanneer het echt heet wordt, wanneer het echt bepaalde dingen spelen, ja, die kan je niet plannen. En dan is het zaak om zo goed mogelijk de lijntjes uit te zetten en vooral niet jezelf op de voorgrond te zetten. Maar de juiste personen dat te laten doen. Nou, en dat is in dat geval bijvoorbeeld Micha Salde voor techniek. Voorzitter Henk Kras voor de algemene zaken. Ja. En die lijntjes moet je aan elkaar zien te binden. Ja. Terug naar het handbal. Gaan ze je kwijtraken? Nou, ik hoop het niet. Nee? Ga je ermee door? Nou, niet in dezelfde functie. Ik zal ongetwijfeld nog wel wat dingen doen, omdat je het ook niet los wil laten, nee, natuurlijk. Maar ja, in dezelfde hoedanigheid niet. Nee. En het is nog steeds de bedoeling dat daar nog een opvolger van komt. Ja. Nou goed, we hebben tot het einde van het seizoen de tijd om diegene in te werken. We, ja, hebben nog niet. Dus nee. Wie zich geroepen voelt. Als u zit te kijken. En u wil, ja, wat met de handbal. Echt, nou, hier zit hij. Neem contact met hem. Het kan nog het hele seizoen. Want jij begint pas met voetbal volgend seizoen. Hè? Ja, vanaf 1 juli. Vanaf 1 juli. Ja, 1 juli. Ja. Dus het kan nog. U kunt daar nog terecht. Ja. Maar zonder gekheid. Ik hoop dat de organisatie die nu staat, met alle mensen die aangehaakt zijn. Ja.
Ja, dat die blijven en dat die ook gewoon het ding blijven doen die ze nu ook doen. Dus met mijn team, ik heb een eigen team media bijvoorbeeld, ja. Met Wanda Wagenaar die heel betrokken is, Roos van Beek. En ja, elk team heeft ook zijn eigen persoon die heel veel leuke dingen aanlevert. Ja. Nou, en dat moet blijven. En of ik dan zeg van, hey, wil je wat voor me doen? Of een ander. Ja, als het maar voortgang heeft. Dat moet hetzelfde blijven, ja. Absoluut. Het pijn in het hart een beetje, toch? Ja, beetje je kindje loslaten. Nou, mijn kindje wil ik niet zeggen, maar het handbalwereldje is klein. Maar ook heel leuk. Je hebt echt invloed. Je kan invloed maken als club. Ja. En we zijn de afgelopen periode echt... Ja, ik wil zeker niet Volendam op de borst kloppen. Maar qua online activiteiten hebben wij het meeste op orde van heel Nederland, denk ik. Daarover gesproken, ik zag voordat we dit gesprek begonnen allerlei dingetjes voorbij komen van wedstrijden die jullie van commentaar voorzien enzovoort. Gaan we met de Loft daar wat mee doen? Weet je dat al toevallig? Of zijn daarom, daar wordt over gesproken, daar wordt over nagedacht. Ja. Ja, moeten wij maar weer. Kom maar door. Ja, nou, u hoort, dan gaan we, maken we wel een afspraak. Zo. Komt goed. Sonny Sier, nu nog dus de persman van en de PR-man van... De handbal HV Kras Volendam en alles wat erbij komt. En vanaf 1 juli dan het grote spel. Leuk. Ja, dank je voor je komst. Heel veel succes. Ja, we gaan elkaar heel veel zien. Dank je wel, jongen. Succes. Ineens, maar ook werkelijk ineens, was hij daar weer. We zaten van de week allemaal, of 2 weken terug, een tijdje terug, weer half februari was het volgens mij, rustig achterover. Te kijken naar het ABN AMRO tennistoernooi. En wat schetste onze verbazing, Jasper Smit? Daar was jij weer. Was ik ook op tv eigenlijk? Dat weet ik niet zeker. Volgens mij wel. Ja? Volgens mij is er van die dubbelwedstrijd is er het een en ander uitgezonden. Okay. Ja. Ja, dat is leuk. Dat heb ik nog niet teruggezien. Nee. Ik heb het wel begrepen dat het uitgezonden is. Even schetsen. Jarenlang toptennissen geweest. Nog steeds, hoor. Nog steeds, ja, maar goed. Maar ook nummer 121 van de wereld heb je gestaan. Je hebt van alles gespeeld. Je bent trainer. Je zit hier bij Dijkzicht. Je bent de nummer... Wat is het? Hoeveel van Nederland op dit moment? Top 10 in ieder geval. Top 10, 7 of zo. 7 sta je in Nederland. En dan kom jij ineens bij het ABN AMRO tennistoernooi terecht. Ja. Wat eigenlijk niemand meer verwacht had. Vertel even. Hoe was dat? Wat gebeurde er? Ja, daar kom je niet zomaar terecht. Nee. Want ik heb helemaal geen internationale ranking. Nee. Dus ik hoor niet mee te doen. Ja. Sowieso mag er wel altijd iemand meedoen met een wildcard. Ja. Als Richard Krajcik, de toernooidirecteur, denkt van... Hey, ik vind dat jij een wildcard verdient. Ja. Dan had hij die altijd aan mij mogen geven. Maar dat zou hij nooit doen, want dat is niet terecht. Want ik heb helemaal geen internationale ambities meer. Maar er was een wildcard toernooi. En dat is heel raar eigenlijk. En ik hoop dat ze het volgend jaar ook iets anders gaan doen. Want het was een single toernooi. Ja. En met 128 deelnemers. Ja. En al die 128 deelnemers waren clubkampioen van een vereniging in Nederland. Ja. Ik ben dus vorig jaar clubkampioen geworden van Dijkzicht. Ja. Met al in het achterhoofd dat ik hier aan mee wilde doen. Ja. Want eigenlijk hoef ik niet per se mee te doen aan de clubkampioenschappen. Maar ik dacht dat is wel weer een mooie gelegenheid om weer een keertje mee te doen. En ook te proberen om de rest van de mensen van de vereniging, de betere spelers, mee te laten doen. Ja. En dat is denk ik ook het idee geweest van ABN AMRO om dit toernooi te organiseren. Dat ze willen dat meer mensen mee gaan doen aan de clubkampioenschappen. Dat het clubgebeuren weer gepromoot wordt en zo. Dat is denk ik het idee geweest. En dat werkt zeker. Leg uit, een supermatch. Zo noemen ze het dus. Je komt in een soort, je moet enkel wedstrijden. Je moet dus in de finale komen van dat schema van 128 clubkampioenen. Ja. En dat betekent dat je 6 wedstrijden moet winnen. Ja. En de 2 finalisten die overblijven, die krijgen dan een wildcard samen om te gaan dubbelen in het hoofdtoernooi van ABN AMRO. Ja. Dus het is heel vaag, want je wint 6 wedstrijden single. Ja. En dan ga je daarna dubbelen met iemand waar je nog nooit mee gedubbeld hebt. Ja. Dus het slaat eigenlijk nergens op. Het idee van het clubkampioenschappen gebeuren en zo, dat vind ik heel goed. Ja, dat je dat ook synchroon laat lopen aan zo'n toernooi. Zouden of een single toernooi van moeten maken met de wildcard single. Ja. Of een dubbel toernooi met wildcard dubbel. Ja. Dat is veel logischer. Dus misschien gaan ze dat volgend jaar wel doen. Maar ik vond het natuurlijk hartstikke leuk om mee te doen. Laat dat duidelijk zijn. Wat gebeurde er? Je wint alles?
Ik won zes potten. Ja. Nee, vijf trouwens, want ik was eerst geplaatst als hoogste deelnemer. En de eerste ronde, er waren niet 128 deelnemers, een paar minder. Dus ik kreeg een bye in de eerste ronde, dus ik hoefde maar vijf te winnen. Ja. En dat gebeurde. En de laatste van die vijf wedstrijden was op de banen van ABN AMRO toernooi. Die andere vier waren twee weken ervoor al gespeeld. Ja. En dus dat was sowieso al leuk om daar te spelen. In Ahoy zelf, ja. En ja, toen we die gewonnen hadden, toen werden we bij elkaar gezet en toen gingen ze allerlei filmpjes maken en ja, toen mochten we meedoen en toen mochten we daar rondlopen. Maar ken je die jongen waar je mee... Ik ken hem goed, want ik heb al vaak tegen hem gespeeld, maar nog nooit met hem. Nee. Maar hoe gek is dat? Nou, sta je ineens naast elkaar, maar is er dan een soort chemie? Nou, ik ken hem goed. Een soort opwinding dat je met z'n tweeën... We kunnen goed met elkaar overweg, dus dat was op zich geen probleem. Alleen het feit dat je nog nooit samen gedubbeld hebt en dat je dan een wildcard krijgt voor een ATP-toernooi en je speelt tegen top 100 spelers, wat natuurlijk super moeilijk is, dan is de kans dat je wint natuurlijk niet zo heel groot. Dus wat gebeurde er? In de wedstrijd zelf? Ja. Ik speelde niet goed. Nee. Tegen wie speelde je? Mijn partner speelde wel goed trouwens. Ja. Tegen twee Nederlanders. De beste dubbelkoppel van Nederland. Ja. Ook het Davis Cup dubbelkoppel regelmatig. Robin Hazen en Matwee Middelkoop. Ja. Die hadden net twee dagen ervoor een ATP-toernooi gewonnen. Dus die zaten er goed in. En die speelde goed. En niet ongelooflijk, maar gewoon goed. En mijn partner speelde ook goed. Alleen ik niet. Ja, en dan win je niet. Nee. Wij moeten in ieder geval allebei echt goed spelen om de kans te krijgen om te willen winnen. Ja. Maar goed, dan heb je die wedstrijd gehad, hartstikke mooi. Het verhaal eromheen. Want ik heb een stukje gelezen dat je zegt van, ja, en dan zit je ineens met Wawrinka en je zit met die gasten te ontbijten. En met Federer die loopt daar rond en weet ik van wat. Heb je een idee waar je in wat voor wereld je ineens waalt? Ja, het is heel luxe ineens. Ik bedoel, ik heb het toernooi wel eens eerder gespeeld, 10, 11 jaar geleden of zo. Dus, en ik heb wel eens wat meer ATP-toernooi gespeeld, dus ik weet wel hoe het is. Ja. Maar het was alweer een tijd geleden. En toen heb ik Federer nooit zo rond zien lopen bijvoorbeeld. Federer is natuurlijk wel iets anders dan de rest van de spelers, weet je. Dat is wel, die zweeft ergens daar. Dus, een soort halfgod is dat. Als Federer niet was geweest, dan was het voor mij niet normaal, maar dan was het leuk geweest. Ja. Maar het feit dat Federer meedeed, maakte het wel heel speciaal. Wat maakt die man zo bijzonder? Nou ja, ten eerste dat het de beste tennisser ooit is natuurlijk. Ja. En ook de mooiste tennisser ooit, gewoon qua slagen, qua techniek. Ik las net dat je zei van het gaat allemaal zo makkelijk en zo soepel. Het ziet er allemaal zo soepel uit, ja. Alsof je er niks voor hoeft te doen. En dat is natuurlijk niet waar, want ook hij moet hard trainen. Ja. Maar, zijn jullie dezelfde leeftijd? Hij is een half jaar jonger, geloof ik, zoiets. Hij is bijna 37 nu. Ja. Dus wat dat betreft, ik zit natuurlijk ook mijn hele leven al naar tv te kijken. Hij gaat al 20 jaar mee in de top 100. Ja. Dus dat is wel apart dat hij nu op het eind van zijn carrière nog zo goed staat te spelen. Ja, nummer 1 van de wereld weer wordt tijdens het ABN AMRO toernooi. En hij zit dan naast je aan de tafel een pastaatje te eten en een babbeltje te maken. Weet je, dat is toch wel. Maar wat is het voor gozer? Is hij toegankelijk? Is hij, ik denk het wel. Kijk, ik ga hem niet aanspreken. Ja. Want hij heeft natuurlijk de hele week lang alleen maar mensen om zich persberichten heen, en handtekeningen en foto's. Weet je, dus en ik ben niet zo iemand die ook dan gelijk op de foto moet en zo. Maar ik heb wel mijn vriendin en dochter op de foto gezet met hem. Dat vond ik eigenlijk veel leuker. Ja. Maar het is gewoon cool. Gewoon het feit dat hij er is, weet je. Ja. Dat je hem kan zien, dat je van dichtbij meemaakt. Eigenlijk had ik niet verwacht dat hij zomaar in het spelersrestaurant zou gaan eten. Want hij heeft altijd bodyguards bij hem en... Het is een ster. Zo iemand krijgt altijd zijn eigen kleedkamer. Ik dacht, waarschijnlijk krijgt hij ook gewoon zijn eigen kleine restaurantje of zoiets. Maar niks van dat alles. Hij liep gewoon tussen jullie. Misschien wil hij dat zelf ook niet. Hè? Want op een gegeven moment, hij heeft natuurlijk heel vaak geen leven, denk ik. Hè? Ik zou best een dagje met hem willen ruilen, maar niet veel langer. Want wat kan hij nou doen eigenlijk? Als hij de deur uitloopt, dan moet hij stoppen. Ja. Dan kan hij niet meer doorlopen. Nee. Dus dat is niet heel relaxed altijd. Het is een iconische status die de man bereikt heeft. Wat heeft het voor jouw carrière nu betekend? Heeft het nog een bepaalde impact gehad? Heeft het nog een draai gegeven dat je zegt van nou, ik ben nu 37, ik ga toch nog even een paar jaartjes kijken of ik nog die top 10 kan halen, top 100 kan halen of niet? Nee, absoluut niet. Is gewoon klaar. Nee.
Nee, sowieso ben ik niet goed genoeg om de top 100 van de wereld te halen. Nee. Nu niet en tijd geleden ook niet. Als ik langer was doorgegaan met de internationaal spelen, want mijn hoogste single ranking is rond de 400 geweest, ja. dan had ik wel 300 of 200 misschien kunnen halen, ja. Maar nee, ik ben niet goed genoeg daarvoor. Dus daar ben ik dus nu sowieso te laat voor. Het coachingstraject of? Ik ben coach. Ja. Ik heb alle licenties en ik heb het ook al enige jaar ervaring, ja. Een aantal jaar geleden mee opgedaan in het buitenland en zo. Alleen dat is een tak van het tennissport die heel klein is sowieso. Er is niet veel werk in. Er zijn maar heel weinig Nederlandse spelers die überhaupt reizen met een coach, die dat kunnen betalen. En het is ook heel onzeker. Ja. Je bent heel vaak weg van huis en je kan zo aan de kant worden gezet eigenlijk. Het is een apart leven ook. Hè? Ja. Het is een wereld op zich, denk ik. Tennissen zijn ook heel erg wijs. Ja. En als jij als coach duidelijk zegt wat je vindt, dan is de kans ook redelijk aanwezig dat je weer op straat staat. Dat je weer kan vertrekken. Kan zomaar. Je moet een beetje in de lijn praten van wat zij willen horen, veelal denk ik. En ik heb ook twee kinderen, ondertussen twee jonge kinderen. Dus ja, ik ga niet 30 weken per jaar reizen. Nee. Dijkzicht, daar train je ook nog steeds. En daar geef ik training. Daar geef je training ook nog steeds. Hoe zit het met het talent? Als je naar Volendam kijkt of wat daar bij jullie rondloopt, zit er potentie? Is er aanwas? Is er toekomst? Dijkzicht is in principe een recreatieve vereniging. Ja. Dus wat dat betreft, als er echt talent van de jeugd is of was, dan zijn die er meestal nu al niet meer. Dat is jammer aan de ene kant natuurlijk, absoluut. Maar wat voor leeftijd stromen ze door? Ja, dat weet ik niet precies. Maar het is nu nog steeds zo zoals het was toen ik jong was. Ja. Toen ik een van de betere van Dijkzicht was en ik was 14, 15, 16, weet ik van zoiets. Ja. Toen ging je zoeken om ergens anders te trainen, want bij Dijkzicht kon je dat niet vinden. En dat is nog steeds zo helaas. En dat is jammer, want Dijkzicht is een hele grote vereniging. Ja. Maar het is ook wel weer logisch, want het is een vereniging en het is geen tennisschool. Ja. En er moet echt heel veel voor gedaan worden door de vrijwilligers allemaal bij de vereniging wil dat een beetje lopen. En dan doe je het maar voor een paar spelers. Ja. En die paar spelers hebben er ook lang niet altijd alles voor over wat ze er eigenlijk wel voor over moeten hebben. Want ik weet dat een aantal jaar geleden hebben ze het weer geprobeerd om een beetje een selectie te maken. Ja. En toen hebben ze wel gezegd van oké, we doen hier veel voor. Jullie krijgen korting en dit en dat. Maar dan willen we er wel iets voor terugzien als in dat je minimaal zoveel toernooien moet spelen per jaar. En dat zoveel uren trainen en dat gebeurde uiteindelijk niet. Hoe komt dat? Is dat dan toch uiteindelijk, ik noem het altijd, de dijk die roept. En we moeten eruit en we moeten stappen. En dat is allemaal uiteindelijk veel belangrijker dan de dijk ook, denk ik. Maar ook gewoon het feit dat tegenwoordig in deze tijd de jeugd heeft te veel andere dingen te doen. Ook te veel andere sporten, maar dat is denk ik niet per se verkeerd. En dat was vroeger ook al zo. Ik zat ook op 4 sporten en dat kon gewoon. Alleen tegenwoordig heb je natuurlijk wel veel meer computers en alles wat daarmee te maken heeft. Misschien dat de hele cultuur ook een beetje veranderd is. Dat ze er minder voor over hebben dan vroeger. Wie zal het zeggen? Een beetje combinatie van alles, denk ik. Tentiewaarde vaak ook. Hè? Het moet allemaal snel. Ja, en dit is investeren in iets wat eer dat het zijn vruchten gaat afwerpen, dat gaat toch heel veel tijd in. Tennis sowieso is heel onzeker of het ooit, en het kost een hoop geld. Ja. Dus er zijn er maar weinig die het ervoor over hebben. Dus wat moet je dan als vereniging zijnde daar heel veel tijd in stoppen en geld? Moet je gewoon lekker je baantjes bezet houden en Ja, het is niet gek. Het is wel jammer, want het is een hele grote vereniging. We hebben veel banen en veel leden. Dus eigenlijk zou je dan wel verwachten dat er ook een gedeelte prestatief tennis zou zijn. Maar die gaan dus meestal een stukje verderop kijken. Maar ook verderop hebben ze het moeilijk. Weet je, die verdienen er ook niet bakken met geld aan. Nee. En uiteindelijk komen ze meestal toch wel weer terug. Wanneer wordt het rendabel? Als je echt ervan kan leven? Als tennisser zijnde. Voor iedereen die naar thuis zit te kijken. Wel die kinderen die denken, ik wil ook de Federer niet meer Federer. Als je geld wil verdienen, moet je niet gaan tennissen. Nee. Nee, dan moet je zeker gaan voetballen. Ja. Maar als je tennis leuk vindt, moet je gaan tennissen. Ik vind tennis leuk, daarom ben ik gaan tennissen. Ja. En ik voetbalde vroeger ook trouwens hoor, vond ik ook hartstikke leuk. Alleen dat was met z'n 11.
En dat was daardoor wel iets minder leuk. Ja, dus het is lekker individueel bezig zijn. Ja, ik denk toch wel dat dat de doorslag gaf. Ja. Maar ja, je moet top 100 halen. Ja. Top 200, kom je, dan verdien je ook wel wat. Ja. 300, dan, daar is de grens ergens. Maar ja, het probleem is, als je 300 komt, dan wil je hoger. Dan neem je een coach mee. Ja, precies. En dan zal je geld weer op. Ja. Dus ja, eigenlijk alleen de top 100 spelers. Ja. Dat is in Nederland één persoon. Eentje. Dat is Robin, Robin Hazen. Robin Hazen. Hoe ziet jouw toekomst er nou uit? Tot slot. Mijn toekomst is voorlopig zo, denk ik, zoals het nu is. Ik hoop dat ik nog een paar jaar door kan op nationaal niveau mee met de hoogste toernooien die er zijn. Ja. De competitie, Eredivisie, speel ik al bijna 20 jaar, denk ik, in Nederland. En dit jaar ook weer. En ja, ik heb twee kleine kinderen, dus op dit moment vind ik dat ook gewoon heel belangrijk. En ik vind het hartstikke leuk ook lesgeven bij TV Dijkzicht nu. Ik doe het niet de hele week, want dan kan ik zelf ook blijven tennissen. En, ik heb heel veel leuke groepen, moet ik zeggen. Ja. Genieten dus. Ja, ik heb gelukkig niet de groepen. Een spelletje op die manier. Ja, ik heb gelukkig de groepen die ik ook leuk vind. En die komen ook speciaal dan voor mij. En dat zijn allemaal. Allemaal mensen die vaker tennissen. Ja. Niet die één uurtje in de week gaan tennissen. Die komen allemaal drie keer in de week. Ja. En die worden beter daardoor. En dat zie je dus ook. En dat is mooi. En dan vind ik het ook leuk als ze beter worden. Ja. Hey, en ooit nog een ABN AMRO toernooitje? Nou, je wordt niet teruggevraagd, begrijp ik, hè? Nou, de winnaar van vorig jaar mocht niet meedoen dit jaar. Dus ik heb wel even gevraagd van hoe zit dat, nou, weet je? Hoe zit het volgend jaar? En ze zeiden van, dat weten we nog niet. Misschien gaan we de opzet wel wat veranderen. Want ik heb zelf ook aangegeven, waarom maken jullie er niet een dubbeltoernooi van? Ja. Weet je, dan gaat iedereen dubbelen met de clubkampioenschappen. Hoe leuk is dat? En dan krijg je een team dat 5 of 6 wedstrijden heeft gewonnen. Ja. En dan mee gaat doen. Dan hebben ze veel meer zelfvertrouwen natuurlijk. En dat vlak voor de finale. Veel beter op elkaar ingespeeld. Dus misschien gaan ze het veranderen en mag ik volgend jaar meedoen aan het dubbeltoernooi. Dat zou leuk zijn. Een dubbel supermatch. De dubbel supermatch. Ja, waarom ook eigenlijk niet. En Jasper, ik wens je in ieder geval heel veel succes. Yes. Dank voor je komst en voor je verhaal. Graag gedaan. Goed zo. Zijn er door wat betreft deze aflevering van Studio Klein hier bij de LOVE. We zijn er weer begin april in dit theater. Voor nu bedankt voor het kijken en heel graag tot dan. Dag. Studio Klein werd mede mogelijk gemaakt door Molenaar en Zwarthuut Adviseurs, Kivo Plastic Verpakkingen en Tol Plaatwerk.